RTV Noord is sinds een paar weken bezig met een project dat God in Groningen is gedoopt. Een zoektocht naar geloof en spiritualiteit in onze provincie. Remco Innethoff en Pieter de Hart houden zich daarmee bezig. Vandaag is het jouw beurt, Pieter. Pieter, hoe gaat het er nu toe? Wat zijn de reacties? De reacties zijn over het algemeen heel erg positief. In de trant van letterlijk wat een gaaf project waar jullie mee bezig zijn. Dus dat is heel bemoedigend. Ja. Heel af en toe zit er eentje tussen en die zegt... moeten jullie met de NCRV gaan fuseren of zo? Maar die mensen maken een fout, want het is niet de bedoeling dat we nu ineens een club zijn geworden die een evangelische boodschap hebben uit te dragen. We willen echt het fenomeen religie, hoe geloven Groningers, wat geloven Groningers, wat gebeurt er op religieus gebied in onze provincie, dat willen we onderzoeken. En dat onderzoek je op dezelfde manier als dat we de sport en de... Zoals we dat doen met de sport en zoals net Remy vertelde over de politiek, bij wijze van spreken. Helder. En daarvoor ben jij deze week naar het Hoge Land geweest. Ja, want onder die mailtjes van heel veel van luisteraars en kijkers zaten veel verhalen over... God heeft persoonlijk ingegrepen in mijn leven. Ik was ziek en ben nu beter. God geneest, zeggen ze. En een van die mensen is Eltje. In Middelstum woont Tommy met baasje Eltje Woldenga. Eltje was jarenlang ziek. Moe, pijn. Als er weer verandering was, dan had ik ontzettend veel pijn. Kon ik totaal niet meer lopen. Eltje had weken delen reuma, maar dat is verleden tijd. In een avonddienst werd er een genezingsdienst gehouden bij ons in de kerk. En toen heb ik ook voor mijn fibromyalgie, voor mijn weken delen reuma... laten bidden. En het was over. Dus God geneest als je aandacht vraagt voor iets, ja. Dan grijpt hij gewoon in. Ja. Jezus zegt, breng de zieke bij me. En hij geneest. Veel reacties die we krijgen op God in Groningen gaan over kleine en grote wonderen die aan een almachtige worden toegeschreven. Eltje genas door bidden, zegt ze. Dat werkt zeker niet altijd. Mijn eigen vader is aan kanker gestorven en die zei op een bepaald moment, iedereen bidt voor mij, waarom word ik niet genezen? Ja, hij werd niet genezen. Door God, van de ziekte. Hij stierf op jonge leeftijd. Ja. Ik weet ook niet waarom dat had allemaal gebeurd. Dat zijn moeilijke dingen, ook of je nu christen bent of niet christen bent, maakt niks uit. Dat zijn moeilijke dingen waar wij mee worstelen en waar we ook niet uitkomen. Kwaad en ziekte manifesteren zich volop in de wereld. Hoe verhoudt zich dat tot een schepper die almachtig is? Hij zou dat kwaad in de kiem kunnen smoren. Het is makkelijk natuurlijk om te zeggen, als God almachtig is, waarom doet hij dat dan? Ja. Nou, dan hadden we een mens gehad. Wat kon die mens dan nog? Die had geen eigen wil meer. Die had niet meer eigen verantwoordelijkheid. Is dat dan een mens, denk ik dan? Ja. Conclusie is dus eigenlijk, als God alles regelt, dan zijn we geen volwaardige mensen meer. Precies. Het gaat dus om die eigen verantwoordelijkheid. Tenminste, dat zegt deze predikant. Het gaat om je eigen verantwoordelijkheid. Het zijn de eigen keuzes die mensen maken. Ja. En soms maken ze dus ook de verkeerde keuzes. Volgende week, wat gaan we dan doen? Remco gaat op pad. En Remco gaat naar mensen die God heel dicht bij zichzelf zoeken. In zichzelf. We gaan het hebben over spiritualiteit. Daar zijn we benieuwd naar. Dankjewel, Pieter de Hart.